Hallo, welkom bij weer een nieuwe podcast van de Vervida Academy. Naast mij zit Gunther Heemschoot. Yes. Welkom Gunther. En aan de andere kant zit Peter de Wit. Ja, hey, hallo. Hey. Ja, vandaag, we zijn een beetje met een thema bezig volgens mij, e-mail. Ja. Een e-mail, mailings verstuur je die in HTML of platte tekst. Wat is nou het verstandigst en wat is het verschil? Oh. Eigenlijk. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Of jij dat simpel kan uitleggen aan mij. Laat ons eerst eens beginnen inderdaad met uitleggen wat het verschil is tussen platte tekst en HTML. Ik weet wat een platte tekst is. Maar... Plat. Ja. Plat gestreken. Letters op de tafel. Ja, ja nee, uiteindelijk platte tekst of HTML. Platte tekst is vooral gewoon tekst, zonder dat je een tekst ook gewoon bold hebt staan. Dus vetjes. Ja. Zonder dat je die tekst ook hebt schuin staan of in een kleurtje of wat dan ook. Geen bullets van die bolletjes ervoor of cijfertjes ervoor van 1, 2, 3. Geen opsommingen of al dat soort zaken niet. Maar het is niet omdat je je tekst in je mail of in je mailprogramma zoals bijvoorbeeld MailChimp typt, dat het erom platte tekst is. Nee, want een standaard e-mailtje hoeft niet per se platte tekst te zijn. Of niet? Ja, inderdaad. Ja, toch? Ja, want zodra ik ook maar een bullet inzet, is het geen platte tekst meer. Het is... Jesus. Nee. Maar, Peter, het is vooral hoe je mailprogramma geconfigureerd is. Oh, oké. Okay. Want jij kan denken van, ik type nu gewoon platte tekst. Ja. Terwijl die platte tekst gewoon in HTML wel gewoon geschreven is. Dus het gaat dan ook over de enters die je zet en zo. Een enter wordt dan wel degelijk als een paragraaf, een harde enter als een paragraaf weergegeven in HTML. Ja. En wordt dan de volgende lijn wordt dan gebruikt als een break en dan is dat kleiner dan br groter dan. Van dat soort zaken. Die zie je dan in pure HTML. Dus als je mail wil versturen als platte tekst, dan bekijk je de instellingen van je mailprogramma of van je MailChimp of andere massamailingprogramma's. En dan zeg je daarvan, kijk, ik wil tekst versturen als platte tekst. Straight tekst. Ja. Zonder meer. Maar waarom zou je nu enerzijds platte tekst versturen of verkiezen boven HTML of omgekeerd? Wel, het is vooral te wijten aan wat is je doelgroep. Leest je doelgroep vooral platte tekst? En dat is eigenlijk de overweging die je moet maken. Ik zou zelf standaard gewoon in HTML mijn mail sturen. Standaard is je mailprogramma geoptimaliseerd om mail te versturen in HTML, dusdanig dat jij foto's kan invoegen, dat jij tekstvetjes kunt zetten en zo meer. Maar er zijn nogal wat bedrijven of mensen die bijvoorbeeld mail... bijvoorbeeld onze R&D-afdeling, die heeft ingesteld dat zij de mail als platte tekst binnenkrijgen. Niet meer, niet minder. Ze worden niet afgeleid door, en dat is het dan eigenlijk wel, allerhande marketingzaken. Zoals een mooi plaatje erin, zoals een koptekst die groter staat en vet staat en zo meer. Nee, zij willen gewoon de boodschap zien. Ze willen gewoon de tekst lezen die daar staat. En in zo'n geval, als je die tekst hebt opgemaakt als HTML en doorstuurt naar iemand die de mail enkel in platte tekst leest, dan gaan de links vaak verloren. Ja. Dan gaat een deel van jouw boodschap vaak verloren. Nou ja, bijvoorbeeld een doorlink naar een bestelbutton, bijvoorbeeld die jou in je... Inderdaad, als je het via een button doet, als je het via een link doet aan een stukje tekst, dan durft hij, afhankelijk van het mailprogramma, durft hij nogal wel gewoon de echte link erbij plaatsen. Ja, ja, als een soort van link en dan Die link erbij. Maar... er zijn beperkingen en er zijn ook bedrijven die dat als policy hebben, die bijvoorbeeld company-wide geen HTML-mails ontvangen, omdat in een HTML-mail kan ook veel meer, hoe moet ik het zeggen, kunnen ook veel meer verborgen code, kan ook veel meer verborgen code zitten, kan ook een virus schuilen. Dat kan niet of veel minder in gewoon een mail met platte tekst. Nee. Daar heb je een mail met platte tekst en daarbij misschien wel, voeg je een foto toe in bijlage. Dat kan wel, hè. Dus een bijlage is niet per se HTML. Nee. Een bijlage, een PDF-document of een foto of iets dergelijke. Dus dat kan wel als bijlage worden meegestuurd, maar wordt niet als in de mail zelf, in de body van de mail zelf meegestuurd. Nee. Dus
Ja, dat is dan een beetje van... Wat wil je bereiken? Wat is het verschil? Ga je een beetje naar technische jongens een mail sturen? Die zijn dus meer gericht op gewoon echte platte tekst. Klopt. Die hebben niet zo'n behoefte aan tierenlantijntjes eromheen. Die willen niet afgeleid worden. Die willen we de boodschap hebben en klaar. Precies, ja. Maar gebruik je het voor marketingdoeleinden, je mail? Mm-hmm. Dan is het wel heel goed om hem naar HTML te versturen, neem ik aan. Om daar afbeelding en dat, omdat je daar dan afbeelding in hebt en dat soort dingen. Ja, want ik wilde eigenlijk zelf een beetje het voorbeeld aanhalen van... Denk maar aan banken bijvoorbeeld. Die durven wel als policy hebben dat ze enkel mail kunnen lezen in platte tekst. Ja. Maar als ze zelf mail sturen, marketingmail sturen, zijn ze wel in HTML. Ja. Maar ja, zo is het. Ja. Een bankmedewerker zal 9 op de 10 keer uit zijn Outlook alleen maar een mail kunnen sturen, gewoon in platte tekst. Ja. Zijn handtekening zal gewoon zijn naam zijn en zijn functie zijn, zijn telefoonnummer. Ja. Maar er zal geen logo bij staan blinken of zo. Ik bedoel, althans, dat zijn de mails die ik krijg van mijn bankdirecteur of van een medewerker uit de bank. Ja, meestal als er dan een afbeelding bij staat, is het spam. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Ja. Daar kun je nog wel aan herkennen, ja. En dat zijn de zaken bijvoorbeeld dan, als je dan marketingmail stuurt en je wil die twee gaan opvangen, dan zou je er kunnen voor kiezen om als iemand zich inschrijft in een nieuwsbrief bijvoorbeeld, dat hij zelf kan aangeven van, kijk, ik wil graag mail ontvangen als platte tekst of als HTML. Ja. En dan kun je daar rekening mee houden. Ja. Dan kun je wel zelf zeggen van, oké, ik ga die mail, die ene mail die ik netjes heb opgesteld in HTML voor die ene doelgroep. Maar oké, ik heb hier ook nog een paar duizend abonnees die graag in platte tekst lezen. Dan kun je daar ook gewoon een nette mail voor maken. Ja. En de linkjes, die zet je er dan telkens bij. Hè. Bijvoorbeeld, wil je profiteren van deze aanbieding, kun je hier klikken en dan... Ja. Voorzie je maar de link. Of kopie je de link die je eronder geplakt hebt. Tuurlijk, bijvoorbeeld. Ja. He, dan dat is ook dat het ook heel duidelijk is dat het een link is. Ja, inderdaad. Dus dat is het voordeel. Ja, die linkjes zijn ook niet aanklikbaar. Ze zullen ook die link moeten kopiëren en plakken in de browser. Maar iemand die daar verstand van heeft, iemand die daar... die dat soort mails, of die soort instellingen heeft, die weet ook wel dat dat zijn beperkingen zijn. Ja, nee, precies. En die heeft dat knip en plakken er graag voor over. Ja, tuurlijk. Ja, die maakt een bewuste keuze. Ja. Alle andere mensen, die maken vaak geen bewuste keuze en die ontvangen gewoon wat standaard ingesteld is in een mailprogramma. Ja. En dat is HTML. En die laat zich graag verleiden. Inderdaad. Ja. We laten ons allemaal graag verleiden, Peter. Nee, dat is zo. Nee, dat is helemaal waar, ja. Ik kreeg er wel graag een mailtje binnen met daarop 20% of 30% korting voor iets wat ik zelf heel erg leuk vind om te kopen. Graag zou willen hebben. Ja. Ja, dat is ook zo, ja. Oké, is er nog iets meer te vertellen over de mailing, een mail in HTML of platte tekst versturen? Nou, je zou kunnen zeggen van de meetinstrumenten, vallen die dan weg? In principe ja, als je een mailtje, je zal bijvoorbeeld in Mailchimp dan ook niet de opens zien en niet de doorkliks zien naar alle andere zaken. Dus probeer, het meest interessante is om een HTML-mail te sturen. Ja. Maar het is aan te raden mensen de kans te geven om mail als platte tekst te ontvangen en dat ook te registreren. Het zou mooi zijn als je mensen in ieder geval de keuze kunt geven. Ja, klopt. Dat is fijn. Het zou zonde zijn als je twee mensen hebt die platte tekst wil ontvangen en de rest allemaal en 10.000 wil HTML. Ja. En dan moet je afvragen of de moeite loont om het apart te doen. Want dan kun je die mensen net zo goed in de gewone mailinglijst meenemen, want zij ontvangen toch wel een beetje vertekend mailtje. En wil je echt testen, zou je nog kunnen proberen om die mail de volgende keer te sturen in platte tekst in plaats van HTML en kijken of daar... Of je meer of minder reactie krijgt. Want het is toch in Mailchimp ook mogelijk om een mail als platte tekst te versturen? Ja, klopt. Ja. Ja, je kunt gewoon aanvinken van ik wil deze mail als platte tekst versturen. En dan krijg je gewoon een soort van teksteditor veldje waar je niks kunt doen behalve je tekst te typen. Ja, nou, leuk toch? Ja, tuurlijk. Ja, het is heel leuk om eens te checken. Te checken hoe dat uitpakt. Hij is sowieso sneller gemaakt, want je hoeft geen aandacht te besteden aan de opmaak van je mail. Nee, dat zeker zo. Ja. En afbeeldingen erbij. Ja, klopt. Welke kleur moet je button hebben? Denk alleen nog na in dat geval over hoe je
moet ik het zeggen, titel van je mail, maar dat is voor een volgende podcast. Ja, precies. Daar gaan we het hierna over hebben. Yes, dat is zo voor is de volgende. Hou je klaar alvast. Ja, alvast weer bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Yes. Want, je kunt al deze filmpjes, dit filmpje, maar nog veel meer, kun je terugvinden op ons YouTube-kanaal. Ja, juist. Daar staan er inmiddels 50 ongeveer. Ja, het zal zoiets zijn. 50 over SEO en dat soort onderwerpen zoals deze. Ja. Dus op ons YouTube-kanaal en op ons Vervida.academy, daar hebben we ook al een aantal gezet. En daaronder, onder die filmpjes, hebben we dus ook de tekst uitgeschreven. Dus ben je meer een lezer, dan kun je daar eigenlijk dat wat we vertellen, kun je daar teruglezen. Je kunt ook ons ook beluisteren. Ja, dat kun je ook via de Vervida.academy. Daar kun je ook luisteren. We hebben daar nu een eigenlijk alle podcasts eigenlijk ook als een soort van MP3 gezet. Dus je kunt ze ook van daaruit beluisteren zonder de film te bekijken. Dat is een veel minder groot. Ja. En je kunt ook luisteren via de iTunes van... De podcast van iTunes. De podcast van iTunes, en inderdaad. Spotify. En Spotify. Gewoon klopt. Even Vervida Academy. Ja. Dan komen we wel tevoorschijn en zie je een hele riedel. Ja, precies. Alweer. Zo is het. En heb je nog een vraag of een suggestie voor een volgende podcast? Mail dan eventjes naar podcast@vervida.academy. En misien behandelen we jouw onderwerp de volgende keer. Zeer zeker. Bedankt, tot ziens. Tot de volgende. Bye-bye. Bye.